Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Derailleur, de wielerpodcast van PIX Sports. De eindejaarsperiode in de cross komt eraan, die is super druk natuurlijk met klassiekers, gaveren, Heus de Zolder, Diegem. Daar gaan we op vooruitblikken met onze vaste analist Niels Albert en met een man waarvan ik nog niet helemaal zeker weet in welke van die wedstrijden hij een hoofdrol gaat kunnen en willen spelen. Dat is Daan Soete, dag Daan. Goedemiddag. Ja, Daan, uh, van Cyclocross Team De Schacht. Hens Maas. Ik moet het altijd nog een paar keer lezen. Want het is geen makkelijke naam. Hè. Dat mogen we wel zeggen toch? Hè? Nee, een hele boterham. Ja, ja. klopt. Uh, mag ik je eerst en vooral feliciteren, Daan? Want je was jarige deze week. Ja, de maandag. Ja. Uh, 28 jaar geworden. Hoe heb je dat gevierd? Uh, rustig. Uh, gewoon uh, met de familie iets gegeten. En, uh... Voor de rest, uh, niks had gedaan. Ja, je was net terug in het land, denk ik. Hè? Ja, ik ben uh, teruggekomen van Spanje. Twee weken stage gehad daar. En uh, ja, s'avonds uh, rustig gegeten en uh, eventjes uh, ja. uh, tijd voor familie. Je, je, je wou terug zijn voor je verjaardag. Het is niet dat je daar op je eentje Pwa. in Spanje want je zat, want je zat er op je eentje. Hè? Ja, ja, ik was alleen daar. Uh, maar moest dat nu de week ervoor zijn geweest met een verjaardag, zou ik daar ook niet speciaal voor naar uitkomen. Nee, geen gezelschap nee, nodig. Nee. nee. Right. Uh, Niels, waarom zat hij in Spanje op zijn eentje, weet je dat? Ja, om te trainen. Ja. <laughs> ja. Maar ja, ja, ik denk langer dat, uh, dan voorzien. Ik heb he? leuk, ik heb, ja, ik volg natuurlijk Crosswell en wel. Ja, Daan was uh, ja, denk ik uh, in een periode zo dat we aan de sukkel, denk ik. Huh? Uh, en ja, dan is het best dat je er gewoon op een gegeven moment een stukje tussenuit gaat. En zegt van ja, ik ga mijn eigen nu toch wel op een heel belangrijke periode voorbereiden. De kerstperiode, kampioenschappen komen eraan en moet keuzes maken ja. vaak. En, ja. We waren in boom samen, toen was Lucinda dat brand ook half ziek. Die reed wel nog, toen zei mm -hmm. je dat soort dingen geen goed idee. Hè? Mm -hmm. Ja, ik ben daar alleen geen verstander van. Uh, ik heb uh, een goede twee weken geleden een uh, onderzoek gehad. Uh, omwille van mijn hartprobleem, misschien één ja? keer per jaar. En nu ondertussen zijn die technologieën zodanig geëvolueerd. Ik ben ook al acht, negen jaar gestopt. En nu zijn er effectief testen gebeurd. Ze doen die testen met muizen. Hè. Ze laten die, ja. die muizen een bacteriële infectie kweken. Dus dat kan een griep zijn, een, zoiets, hè, die infectie. En daaruit blijkt wel dat de kans erin bestaat van met dat soort symptomen, dat dat vast zit op je hartspier en dat je daar gevolgen van hebt. Mm -hmm. Voor dus je ik, ik, latere carrière. Voor je latere ja. carrière. Dus ik, allee, ik ben daar altijd heel voorzichtig in, want dat zou een van de oorzaken kunnen zijn waarom ik het probleem heb gekregen. Ja, ja, okay. Dus ik ben altijd, als ik iemand hoor die echt uh, ziek is en antibiotica begint te pakken, dan. Uh, heb ik er altijd wel wat bang van. Ja, ja nee, dat is een goede reminder. Dan, hoe lang was jij al aan het sukkelen en waarom ben je ertussenuit gegaan? Ja, eigenlijk, zoals Niels zegt, uh, ik heb dan ook ziek geweest, mij overhuizen. Uh, en toch wil raden, omdat ik nog goed stond in de wereldbeker. Uh, achteraf gezien, ja, achteraf dan denkt altijd, ik had er beter weggebleven. Maar op die moment ja, is dat sterker dan uzelf. En denkt, uh, ik ga toch nog wat punten sprokkelen. En uh, dat komt wel goed. Je voelt u je beter? Uh, antibiotica gepakt, uh, die ziekte is weg. maar ja, eigenlijk zit het totaal niet, niet op uw niveau. En uh, ik heb zelfs die wedstrijd niet uitgereden omdat ja. ik gewoon echt uh, slap was en uh, <coughs> nog geen power had. En uh, ja, vanaf dan ben ik echt beginnen sukkelen. Uh, Antwerpen, boom, dat waren echt. Uh, ja, dat was nou ja, een aardig. Boom 25 e Antwerpen 26e, ja. Hulst was, uh, was 23 e Dus ja, dat, ja dat, dat, dat is niet jouw plaats normaal. Hè? Nee, totaal niet. En, ja, dan, uh, als je daar zit af te zien uh, voor een 25e plek, uh, ja, op den duur, uh, is het beter om de echte stekker er even uit te trekken en, en proberen terug op te bouwen richting de kerstperiode. Dus dat is wat ik nu gedaan heb. Ja. Niels, uh, jij wel gezond. Hè? De onderzoeken waren oké okay voor de rest. Ja, ja, ja. Alright. ja. Uh, jullie hebben een gemeenschappelijk verleden, hè? Het is wel even verleden, toch, denk ik. Maar uh, misschien Niels, kan jij er even over uitweiden? Je was zijn ploegleider toch? Ah oké, okay, ja op die manier. Ik doe het al. Oei, zeg, aan <laughs> ja, ik zeg je het Je mag nog anekdotes <laughs> vertellen, hè? daar niet van. Nee nee, 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 nee. Voor de rest zijn er geen, denk ik. <laughs> uh, nee, ja dat klopt. Uh, ik denk, uh, wij hebben een bij vastgoed zeker denk ik. ja dat klopt. Uh, je uh, moet al in zijn geheugen uh, graven. Uh, uh, dan. dat is ook al even dat is twee al jaar geleden. vijf jaar geleden. dat is al langer <laughs> geleden. Ja. Ja, ja ondertussen ja. 2018 waarschijnlijk ja. al vier jaar. ja, dus ja vier, vier jaar richting vier of uh, vijf hoe jaar. hoe was de samenwerking? die fase, uh, in mijn die periode in mijn leven was ik zal zeggen niet de meest uh, succesvolle of de meest uh, gemakkelijke. Um, en ik denk dat er op een gegeven moment een periode is geweest dat ik, dat ik had van ja hier ga ik wel mee stoppen want ik heb daar gewoon puur uh, in mijn professionele carrière, met winkel, dochter, um, waren dat gewoon te veel dingen. en Op een gegeven moment had ik dat gehad. En voor mij was het eigenlijk een beetje een, een geluk bij een ongeluk dat die twee ploegen bij elkaar kwamen. Mm -hmm. Met de ploeg van Mette Penningen en van Geert van Hoofd, we zullen het zo zeggen. Um, en voor mij was dan ja, heeft Jurgen die keuze eigenlijk gemaakt, maar eigenlijk ben ik daar blij mee. Ja, um, want nu ja. heb je een uh, heel succesvolle zaak. Ja, dus, ja. daar da, da ga ik het zelfs niet over, maar gewoon... Dat was gewoon toen voor mij heel moeilijk combineerbaar. De balans uh, was een beetje zoek. Ja, die balans was zoek gewoon. En in die uh, eerste twee, drie jaar, als ik dat deed, um, dat ploegleider zijn, dan heb ik mijn eigen daar volledig voor gesmeten. Maar dan zijn er wat dingen op mijn pad gekomen die ervoor gezorgd hebben dat ik de motivatie verloren ja. ben. Um, en daar ben ik ook niet fier op dat ik dat op tende zo gedaan heb. En ik weet dat renders dat misschien niet openlijk zullen zeggen tegen mij. Maar ik weet dat voor mijn eigen dat dat zo was. Um, dat ik me daar niet volledig in gesmeten ja. heb. Dus ja, uh, mijn excuses daarvoor, Dan, dat dat misschien zo aangevoeld <laughs> heeft. Uh, ja. Was dat ja. zo, zodanig? Ja, je merkte het wel een je beetje. Je merkte wel een ja. beetje aan de nul dat mm. hij uh, een beetje minder motivatie had. Of, uh, ja, en, en dan geraakt hij alleen in een cirkel. en ja. uh, die, die ploeg had eigenlijk wel heel veel potentieel, denk ik. Als je gezien wie er allemaal mm. reed toen. Uh, en, en dat zijn kleine dingen die er zijn misgelopen. Ik denk als dat. Uh, Toevallig had het goed gelopen dat die ploeg vandaag echt een topploeg geweest, nog altijd. Uh, we zaten daar met ja, Laurens Week, uh, Jens Adams, uh, Timmer uh, ja jongens uh, die naar de weg zijn gegaan, uh, Johan Jacobs, uh, Vermeers, uh, Florian Vermeers. Er zat echt heel veel potentieel in die ploeg, maar ja, kleine dingen zijn beginnen mislopen. En ja, ik denk als we dan misschien nu nog eens die kans krijgen om nog eens terug te doen, ik denk ook dat de Niels dat zal behamen, dan uh, gaan we wel geleerd hebben uit die fouten. Mm. En dan, dan gaan we ja, niet meer, denk ik niet meer dezelfde fouten maken. Mm. En, ja, het zijn kleine dingen. Als de Niels iets gemotiveerder is, dat straalt uit op ons. Uh, ja, een combinatie van factoren. Uh, ja, ja, bij mij is dan nu gewoon zo het idee van als ik nu nog eens die kans zou krijgen, zou ik, zou ik niet meer voor een ploeg werken. dan zou ik eerder als iemand zijn die eigenlijk los van een ploeg staat en zegt van. Ja, Kijk Niels, allee, ik zou iemand zoeken die mij misschien woensdags wil begeleiden op trainingen. en, Individuele en weer, Individueel coaching, wat ja. meer, omdat mijn ploeg moet altijd rekening houden met factoren en mensen die boven u staan en die uiteindelijk gaan zeggen, ja we gaan het zo doen. Terwijl ik misschien vaak in mijn dag het anders zie ja. en dan botsta. Dus uh, als ik dat ooit nog zou doen, dan zou ik eerder mm. iemand coachen die los van een ploeg staat. Dan, uh, mm -hmm. ja. Jullie hebben ook ooit nog een paar crossen tegen elkaar gereden, hè? zijn er nog herinneringen daar op dat vlak? Ik herinner me aan Sint-Niklaas. Uh, is dat de nils uh, toen niet won van Mathieu van der Poel? Uh, daar was ik, maar... Dat vertelde je mij, dat was ja. 2013. Ik heb het opgezocht. Ja. Ik vond jouw naam daar niet in de uitslag. <laughs> Waarschijnlijk waar dan is dat niet dan? Als jij er herinneringen aan hebt, dan zal hij wel meegereden <laughs> hebben, denk ik. Er zijn oh, ik sites uh, daar die aan. daar toch ja. vrij goede data op nahouden. Ik vond vier wedstrijden. Uh, naast Sint Nicolaas dan, waar jullie ja. hebben In uh, 2013 waren er drie van: Ardooien, Neerpelt en Erpenmeren. en ook eens in Leuven in december van 2012. Het was dus een heel korte periode, hè? Uh, waarin de paden ja, denk... zijn gekruist. Ja, nou, ik uh, was, was nog belofte. Dat dus was schild acht jaar zeker, acht of negen jaar. Zij is juist 28 geworden, dus ik word 37, dus schilden negen jaar. Dus was ik al uh, op het einde van mijn carrière, ja. toen hij opkwam. Nou, inderdaad. Dus Normaal had uh, dat het langer moeten duren. Hè? Ja, natuurlijk. Uh, ja, Zijn ja, hart nog uh, ja. fatsoenlijk had blijven Zeker. werken. Um, de eindejaarsperiode dan. Vertel eens, wat ga je rijden? Want ik zei het in mijn intro, ik weet niet uh, wat je hebt aangestipt. Wat kan je rijden? Hoe, hoe klaar ben je intussen na die periode van wat was het, twee weken rust en, en training in Spanje? Ja, ik heb eerst drie dagen gerust en dan tien dagen echt uh, stevig getraind. Dus nu uh, Mol, vrijdag. Uh, aankomende vrijdag zal mijn eerste wedstrijd zijn. Uh, en dan Gavre ben ik niet geselecteerd voor de wereldbeker. Uh, ik ben net uit een top 8 gevallen. Dus uh, ja, valt wel even tegen dat ik daar ja. niet bij ben. Maar zou het ook een voordeel kunnen zijn? Want dat zijn drie dagen na elkaar anders. Plus uh, nu vrijdag, dat is ook al de, de 23. Ja, dus dat ja. is een heel druk programma als je net terugkomt. Ja, dat wel. Uh, natuurlijk, ja, die wereldbeker, je wilt er altijd bij zijn. Uh, dat zijn veel punten. Uh, voor je startpositie ook, maar zoals like je zegt, aan de andere kant, zolderen, uh, dat is een parcours dat me beter ligt dan gaveren. Uh, en aan diegem ook wel. Uh, dat, dat is een rap parcours, uh, technisch. Uh, dus aan de andere kant, ja, dat zijn dan twee wedstrijden waar ik me echt uh, moet laten zien. Heb je daar nu heel veel zin en honger in? Omdat je weet van, oké, okay, ik heb verdorie toch wel wat gemist, mijn resultaten waren niet goed. Ben je dan nu super gemotiveerd? Ja, je wel, als je er twee weken tussenuit uit dan zijn uh, je sowieso wel iets uh, hongeriger. Um, maar onzeker ook, want je zet er ook twee weken tussenuit, dus het is een nieuwe start. Um, dat is nooit gemakkelijk, maar ja, uh, ik heb er vertrouwen in dat het ook uh, beter gaat zijn dan die 25ste plekken. Dus, uh, ja. Ja, anders was ik ook uh, niet goed bezig geweest. Niels hij kiest wel de cross, uh, Mol, waar, waar heel veel grote namen uh, starten. Hè? Dat, is, uh, dat is voor eind deze week. Ja, um, en dat wil het lukken. Ik ga er ook commentator zijn, dus ga het ja, een... Maar niet voor ons, hè. Dat mag nee, je eens zeggen, dat niet zeggen, Niels. Nee, dat is, okay, is goed. Collega's uh, van VTM, oké. Okay. Nee, ik uh, ja, kijk, wel, kijk er wel naar uit. Dat gaat een mooi deelnemersveld zijn en, en in mijn ogen ook op een mooi parcours. Uh, ik vind dat uh, Mol altijd ondergewaardeerd geweest is qua locatie. Uh, Biedt ook heel veel mogelijkheden. Uh, en ik denk dat we daar ja, sowieso voor te winnen. En ook ja, natuurlijk voor de plaatsen daarachter uh, een schone strijd ja. van kunnen zien. Heb jij een ambitie voor die eerste wedstrijd waarin je er terug uh, bij bent? Oh, ik zou toch graag uh, tussen vijf en tien daar ja. ergens uh, zitten. Uh, en en liefst zo kort mogelijk bij die vijfde plek dan. Maar wat uh, ja, ik like dan heel zeg, dat is echt een van de mooiste crossen van het jaar. Uh, ja, ik heb die cross wel gemist uh, afgelopen jaar. Uh, het is een van de weinige echte zandcrossen nog. Um, dus ja, voor mij als campenaar, dat ligt me wel goed. Dus ik rijd er ook wel automatisch heel graag. En uh, ja, ik, uh, normaal gezien zo'n parcours dat je graag doet, ga dat ook wel beter ja. presteren. Aan hoeveel procent zit je nu terug, denk je? Kan je dat al inschatten? wauw zo met procenten, dat is ja, altijd moeilijk. Hoe voel je je, ja. als, je als je rond uh, fietst? Ja, ik voel me eigenlijk wel goed. Maar natuurlijk, uh, altijd op de weg rijden in Spanje, uh, dat, is, dat is een heel ander gevoel. Uh, in de cross is het is terug... Uh, ja, echt uh, dat, dat gevoel met die uh, ja, optrekken. De korte ja, ja, korte inspanningen. Dat is, dat is geen, op de weg rijden, al ik altijd een egale tempo, zelfs al, al rijden aan blok, dat is nog altijd uh, een egale inspanning. Terwijl in de cross is het constant optrekken, afremmen, uh, wat toch wel een stuk meer belastend is. Maar ja, ik denk wel dat ik, uh, dat ik toch uh, terug, ja, geen procenten moet uitdrukken, uh, richting 95 ga gaan voor All de right. eerste cross. Ja, yeah. alright. Uh, dan ben je al in veel podcasts te gast geweest. Nee, nog niet eigenlijk. Is het nee, de eerste keer? De eerste keer. Oké, okay, super. We zijn podcast. blij dat je het bent, want we mogen daar redelijk over zijn, Daan. Je bent geen veelwinnaar zoals er andere namen zijn. Dus de mensen kennen je ook niet super goed. Hè? Wat voor crosser, wat voor, wat voor mens ben je eigenlijk? Oh, moeilijke perfect. vragen, hè? Ja, dat zijn hier direct moeilijke ja. vragen. Die zijn in elke podcast zo? Zeker, zeker als jij langskomt. <laughs> uh, wat voor crosser ben ik? Aniels ah, uh, durf ik, uh, ik dat niet vragen, nee. maar aan ja, jou wel. <laughs> Ik denk vooral uh, dat ik het van de iets uh, rappere crossen en zandcrossen moet hebben. Um, of techniek, dat het zo'n modder is waar je niet tot in de knieën in zakt. Uh, tot aan de knieën erin, dat doe ik, ja. ik niet zo geraam. Uh, dus vooral de iets uh, lichtlopendere omlopen. En ja, zo wil ik namen, dat, dat doe ik ook wel graag. Als ja. het goed bereidbaar is, mag het wel zwaar zijn. Maar um, de omlopen, alla uh, Dendermonde, daar uh, ben ik blij voor dat die aan de kant ja. geschoven zijn. Uh, <laughs> Ja, sorry Jurgen, maar het, is uh, het graag horen, ja. Ja, dat is zo echt aan een omloop die, die volledig was uh, heraangelegd denk ik, die weide was opgespoten met zand en ja, je zakte daar gewoon heel diep in weg en dat, dan, dat ligt me iets minder. Um, en als persoon, ja, ik denk gewoon dat ik uh, graag plezier maak en uh, niet alles veel te serieus neem. Dus, ja, uh, dat heb ik wel gehoord en, ja. en op jouw Instagram account staat, never lose that bit of craziness. Wat bedoel <laughs> je ja, daarmee? Ja, gewoon dat je altijd plezier moet hebben en uh, vanaf dat je het plezier verliest, in mijn geval, dan gaat uh, dan alles af ook prestaties uh, ja. op de crossfit. dus uh, ja, ik moet vooral... Uh, plezier is een grote factor in ja. mijn leven. Heb je dat toen ook gemerkt, toen je ploegleider was, dat, dat het een, uh, iemand was die voor de sfeer zorgde, Niels, Daan? Ja, voor de sfeer op zich, ik denk dat als je op stage bent of, of weg zei, omdat er altijd wel sfeer is, want deels is er dan weinig competitie of, of niet veel competitie op dit moment, dus... Dan moet er altijd tijd zijn voor ontspanning um, en dan wordt er altijd wel een keer gelachen en gezeverd, ja. <laughs> Zij op de meest <laughs> droge manier ooit. Uh, Daan, um, ik heb ook gehoord dat je ergens in een bos woont. Vrij afgelegen dat, dat je echt wel ja, uh, een soort uh, renner bent die, die crost om te leven of leeft om te crossen. Dat dat echt jouw, ja, jou, jouw hele ding is. We afgelegen. In Vlaanderen kun je ook niet meer echt afgelegen wonen. Ja. Ik, dus ik zit ook wel binnen twee minuten in een winkel en, Toch wel, ja. <laughs> en in een gemeente. Het in maar... een bos blijkbaar. Ja, of niet? ja. wel uh, aan een bos dus. Ja, dat is Get daar water. waar ik leren crossen heb. het water. Ja, ik ken water en dan okay. een trick en uh... <laughs> verwarming. Dan is het niet afgelegen. <laughs> nee. nee, dus uh, ja, dat is een beetje een overdrijven, maar het is wel in een bos. En uh, ja, daar ben ik opgegroeid als crosser. En uh, in dat bos heb ik veel rondgereden. Dus, ja. Ik mis de echte boscrossen soms en daarom dat mol, uh, Dat is een van die echt weinige boscrossen ook. Ja. ja, Niels. Ja. Er zijn uh, nu eenmaal andere parcoursen bijgekomen die misschien ja, minder die aspecten hebben, inderdaad. Ja, die moeten er uiteraard zijn. Hè, maar ik denk dat we nooit die mogen vergeten dat we tal van mooie parcoursen in Vlaanderen hebben. Um, en die mogen we zeker niet verwaarlozen. Uh, en ja, inderdaad, Mol is daar zo zeker ja. een cross van. Maar je hebt daar wel een mening over, zag ik dan? Want uh, je tweetde onlangs, ik denk dat je een tweet van Adri van der Poel retweette over het parcours in Dublin. Uh, dat ging dan over de bochten en het feit dat er daar veel minder van die haakse bochten waren in, uh, in Ierland. Dus dat, dat vind je ook wel, dat dat, dat te vaak gebeurt in, in Vlaanderen en in België? Uh, ja, de laatste jaren, ik denk uh, als we dan teruggaan, uh, wanneer Niels gestopt is, was het toch iets meer rechtdoor. Uh, daar zaten ook wel bochten in, maar bochten die ja uh, op snelheid konden genomen worden en in mijn ogen komt daar meer techniek bij te pas, meer risicofactor. Uh, als je durft risico's nemen in, in een rappe bocht, dan draai je twee, drie meter dicht, terwijl in die haakse bochten, ja, daar, iedereen is daar even goed in en uh, die vijfde, zesde renner, als je met een groep zit, is altijd gelost. Dus dat maakt het, ja, dat je in Dublin bijvoorbeeld spannende wedstrijden krijgt, uh, omdat het is, ja, je rijdt dan met drie, vier naast steen door de modder ja. en uh, je hangt niet op vier, vijf seconden. Uh, dus ja, meer renners krijgen het gevoel dat ze in de koers zitten. En uh, ja, dat, dat zorgt gewoon voor uh, spannende dus wedstrijden. Het is een pleidooi om dat ook weer in België wat vaker te doen ja, als we Je kan. kunt haakse ja. bochten leggen, maar een beetje lekker Amerika dan misschien. Uh, daar draaien ze ook 180 graden. Maar dat is niet rond jezelfde piket dat je draait. Dat is niet één paal. Dus je, je draait wel vier meter verder uit. En je kunt die bocht nog op snelheid pakken. En dan, uh, ja, dan zie je gewoon dat dat daar langer bij in blijft. Mm -hmm. um Valdisol, misschien moeten we daar ook wel even over praten. Niels. Je kon niet meegaan, jammer. Het was wel de moeite. Uh, maar ja, dat was ook een, een speciaal parcours natuurlijk. Vorig jaar heb je daar gereden. Ik denk dat je achtste was. Ja, dat klopt. Ja. Hoort dat thuis in het Wereldbekercircuit? Ja, ik vind dat wel. Uh, ja, dat kom je niet meer veel tegen van die sneeuwcrossen. Vroeger, uh in België hadden we dat ook nog wel. Dus uh, ik denk wel echt dat de aarde aan het opwarmen is. Uh, ik herinner me nog, Oostmalle, zal de Niels ook nog wel herinneren. Ja. Dat was eigenlijk zo'n Valdisole van nu, uh, Gewoon speklad. En uh, ja, dat, ik vind dat wel mooi. En je ziet ook dat er andere renners naar boven komen nu in Valdi Sole. Ja. Uh, Niels van de Putten en dan uh, de, de Zwitserse jongens. Uh, ja. Die had toch blijkbaar meer controle hebben dan op die ondergrond, dus mm -hmm. voor mij mag het zeker één of twee keer per jaar. Ja, en Michael van Toernout won natuurlijk. Heb je kunnen kijken Niels, naar de cross? Ja, ja. Uh, Mathieu van der Poel, mm -hmm. achtste, en jij schreef in je column, ook voor uh, collega's, het laatste nieuws, hij kwam daar om startgelden op te rapen. Ja, daar is ook niks mis mee hè. Nee? Maar, uh... maar niet meer dan dat dan? Uf, ik denk dat ik denk, de Mathieu die, hij, op een gegeven moment, hij vertelt Adrien Mathieu van ja, ik... Ik was niet echt gewend aan een ondergrond. en uh, Moest de Mathieu belangen hebben bij die overwinning en belangen hem in dat klassement, dan zou hij wel gereden hebben om te winnen. De Mathieu is een van de meest technische renders die rondrijdt, dat is punt 1. Uh, als het er om te doen is, schuwt hem geen risico. Dan gaat hem vol risico als berg af, dat is punt 2 al. Maar het is ook niet erg om dat op een gegeven moment kunnen toe te kunnen De dat kalender zit stampesvol. Um, en er zijn altijd wel verschillende belangen die meespelen. Eh, um, door organisatoren die zowel in de winter als in de zomer koersen uh, en crossen organiseren. En dan moet er af en toe eens iets gedaan worden uh, met al dat niet tegenzin. Maar uh, ik ga zeker de Mathieu uh, niet, niet veroordelen hiervoor. Uh, ik vind dat dat trouwens te weinig gedaan wordt. Uh, er wordt van elke render verwacht van 45 keer per jaar. Ja. Zijn een nikkel af te draaien. Um, en dat hebben eigenlijk de organisatoren met die te creëren alleen maar aan hun eigen te denken. Want wij deden dat vroeger, wij moesten dat precies doen. Maar eigenlijk zouden we moeten dat kunnen zeggen: ja, gewoon 45 keer proberen het Altijd beste van jezelf te zijn, geven. Ja. En er is niks mis mee met een stuk te periodiseren. Ja, dat wordt nu al uh, veel meer aanvaard, zeker ook met, dus dat, met de wegrenners die dan. En, uh, ja, als ik morgen uh, een organisator ben en ik wil Mathieu van der Poel aan de start, uh, ja, dan zal ik hem ook betalen, wereldbeker of niet. Ja. Dus dat is heel simpel. Maar dus, er zijn Staden dus wel degelijk startgelden in de wereldbeker, Niels. Ja, daar ben ik wel 100% van overtuigd. Ja. 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 Kunnen jullie daar meer over zeggen of niet? Ja, dat is ja, ik weet, voor inners, als mij is daar geen startgeld. Ja. En ik denk nee. voor de pure crossers, ik denk. Nee. Buiten die grote drie gaat er geen ene betaald worden. Nee. Uh, dus dat zal enkel voor uh, de grote drie zijn. En als wat dat... vinden we daar dan van? Is dat... Ja, ja, dat is vraag en aanbod. Hè. Maar ook als, simpel, het, hè. Als, ook als er gezegd wordt dat het niet wordt gedaan. Ja, het, 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 het ding is eigenlijk zo: we zitten met, met drie wereldcoureurs die. die ja, Overal waar ze starten, um, rijden we te winnen en die hebben een soort macht. Hè? En die zeggen gewoon: van ja, kijk, wij willen een cross of 10, 12 per jaar rijden richting het WK. En als jij wilt dat ik kom rijden, dan betaal je mij, en anders kom ik niet. En die hebben een soort macht. En aan de andere kant hebben dan de renners zoals Daan, Laurens en Eli, die een heel jaar willen rijden om dat Wereldbekerklassement goed te staan en om punten te verzamelen. Dus die worden eigenlijk verplicht om die koersen te rijden. En dan zal dan wel een stuk prijzengeld aan vasthangen. Ja. Maar ik vind die. Uh, ja, Allee. Er gaat op een gegeven moment zoiets komen van. Uh, nu, hey, bijvoorbeeld, met alle respect voor uh, de crossen van Gavre. Maar het klassement van de Daan is weg. Ja, waarom zouden we dan gaan rijden? Ja, dat, is, uh, dat wordt moeilijker. Die Wereldbeker. Ja, als ze daar renners willen betalen, ja, voor mij oké. Okay, maar ze zouden. Uh, Moeten moeten zien dat iedereen toch uit zijn kosten komt, dus misschien ja. dat prijzengeld wat optrekken uh, ja. voor, voor veel renders van uh, de, de pure crossers. Ik vind ja. dat ze dat prijzengeld daarvoor niet moeten optrekken, want ze zijn altijd het prijzengeld optrekken worden altijd de eerste team beloond. Hè? Ja, ja. ja, voor en iedereen dan optrekken. Hè? Ze moeten het voor iedereen optrekken, maar als ze voor de 25 het prijzengeld met 200 euro optrekken, ja, dat is een halve bak naft richting Valdisole, dus ja, dat ja. heeft geen zin. En je moet ook nadenken, vind ik. Um, ik snap dat de UCI overal wil organiseren he, en dat is allemaal niet erg. He. Maar je vergeet wel dat de topsporters betaald zijn om um, hun job te beoefenen. Maar al die vrijwilligers he, mm -hmm. die van Dublin naar Val di moeten rijden en van Val di bij spreken naar Benidorm moeten zoeken, die moeten ook allemaal onbetaald verlof pakken. Vaak zijn dat de ouders of mechaniekers. Allee, daar wordt nooit niet over nagedacht. Ja, dus, ja. want Daan, dus, je uh, voorlaatste tweet, niet, niet die van Adrie van der Poel, dat was je laatste. Sorry, ik heb het even doorgespit <laughs> uh, Dat was een kritische, uh, een boodschap gericht aan Thomas van de Spiegel. En je zei, allemaal goed en wel die exotische bestemmingen, dus dat, uh, dat mm -hmm. haakt een beetje in op wat Niels zegt. Maar denk je ook eens na over compensatie voor reiskosten van teams en renners? Ja, dat ging er over toen, een artikel dat ze naar, uh, naar Afrika en uh, Zuid-Amerika wouden gaan. Ja. Ja, ze mogen daar dus niet, van mij naartoe, nog maar... niet per se voor die Europese bestemmingen zoals Dublin en Valdisole. Nee, oké, okay, dat, dat vind ik nog, nog haalbaar met, met prijzengeld dat er ja, nu is. dat is Allee, ook een je flinke moet al... reis, Valdisole, ja, om ja. dat te bereiken moet je echt al ja, je vliegen, moet al, rijden, een paar uur. Je moet al top 10 rijden om uit de kosten te kunnen komen als, als crosser. En, en zo Amerika, ja, dat is al onze verste bestemming. Uh, dat is al echt een dure boterham voor alle crossers. En uh, ja, ik denk dat ze daar eerst moeten beginnen nadenken van hoe kunnen we zien dat die renners of die ploegen uit de kosten komen. Dat lijkt een beetje op de weg gebeurd. Daar betalen de renners ook niet voor uh, naar Abu Dhabi te gaan en uh, naar Canada. Dus, ja, wij betalen dat zelf en dat wordt soms een beetje vergeten, denk ik, dat de renners ja. heel veel kosten hebben. Stages worden zelf betaald, uh, tube. Dat is, het grote verschil. dat is het grote verschil met de weg en de cross. In de cross gaan wij, gelijk als internationaal gaan koersen, en dan moet de renner zelf de bekostigen. Vaak zelf hun mechaniekers betalen als zijnde onbetaald verlof en, en die man een stuk financieren. Maar op de weg zijn die ploegen zo groot en blijven ja. de ouders thuis en gaan de mechaniekers mee, die betaalt ze door de ploeg. En betaalt vaak zelfs een organisator nog een stuk voor te starten hè, op de weg. Hè. Mm -hmm. Dus ja. Ja, dat is moeilijk in de kroos. Dat is een Lek, mijn ouders, die zijn eigenlijk bijna werknemervermijder, terwijl als ze niet betaald worden, dan hebben ze nog ja. allee, een mechaniker Wat bij mij die allemaal dat vrijwillig is. Ja, die zorgen dat die mobloem is ingeladen. Uh, dat, ja, zondagmorgen ga ik zelf die camper niet inladen, want uh, ja, de rest doet dat ook niet, dus ik kan dat ook niet gaan doen. Ja. Uh, ja, er uh, komen veel dingen bij kijken, als er iets opgehaald moet worden hier of daar. Uh ja Dan schakel daar rap uw in, of, of met een mechanisme. Het is niet dat je daar vanuit de ploeg... Uh, nee, nee en dat, is, dat is anders op de weg. Ja. Uh, daar voorziet de ploeg echt volledig alles voor een renner. En die moet niks meer doen, die neemt geen kosten meer. Terwijl, ja, als een crosser graag op stage gaat, dan, dan is dat zelf te betalen. En like in de Nielsen een tijd ook, dat, dat, dat wordt dan dikwijls van het startgeld betaald. Maar nu is dat startgeld is aan het minderen, uh, voor de echte crosser. Mm -hmm. Omdat je met die grote drie zit natuurlijk... Uh, en ik begrijp dat iedereen die wilt hebben aan de start, uh, maar voor de tweede lijn crosser wordt het wel moeilijker ja, en moeilijker. Dat is wel belangrijk hè, voor de duurzaamheid van de cross, dus zeker uh, een, ja, goed, een goed thema dat we het dat een even moment, aanhalen. Op een gegeven moment gaat dat allee, ten koste gaan, hè. dan gaan renners keuzes maken. En op een gegeven moment, ja, goed, ik heb geen klassement meer te verdedigen. Ja, dan ga ik keuzes maken en dan ga ik op een gegeven moment gaan rijden met betalen. Ja, en, en denk je dan dat de Wereldbeker. Toch zal evolueren naar nog meer startgeld uitbetalen voor verder dan die top 3? Ik weet drie. dat niet. Ik weet dat ja. niet waar dat naartoe gaat. Dat gaat vooral ja. afhangen van die mannen. Maar allee, het, is, ja, het zijn 16 crossen per jaar. Um, dus ja, ze we gaan, dus we gaan wel iets moeten, uh, iets moeten doen om die renders gemotiveerd te ja. blijven. Je de... moet maar eens nakijken trouwens. hoeveel mannenprofs en vrouwenprofs. die tot op heden. de hele wereldbeker gereden hebben. Het zijn zes mannen en twee vrouwen. Hè. Ja. Dus ja. Allee, bij de vrouwen zijn het dan van Empel, Pieters, of? Uh, Pieters was in Amerika niet, hè? Ja, ja, uh, sterk, ja. Van Empel en... Betsema misschien? Uh, ja, Betsema denk ik. Ja. Ja. Maar ik weet niet of inval die in Val -Sole, was, die in Val -Sole, Ja. Toch wel, dacht ik, ja. Ja. Hmm. Keap, Allee, Tot hè? voor ja. Valdisole heb ik ja. ook gekeken. Ja. Nee, maar dus goed, wie het ook is, de cijfers uh, ja. zijn relevant. Uh, het werkt natuurlijk ook omgekeerd, want ik sprak na afloop in Valdisole met de uh, lokale persverantwoordelijke daar, die zei ja. Helemaal gelukkig zijn we nu ook niet, want Mathieu hadden we, hadden we hier en die wordt dan achtste. En ja, dat gaat dan een beetje verloren. Dat is voor ons, voor onze cross, mm -hmm. heel slecht eigenlijk. Ja, maar dat krijg je op een gegeven moment. Dat, allez, ik heb dat vroeger ook gehad. Euh, dat je op een gegeven moment ergens gaat gaan crossen. Euh, je wordt daar deels voor betaald. En later in uw carrière, als je gestopt bent op deze moment, denk je van, oh, adieu, ik had eigenlijk mijn best moeten doen. Want eigenlijk is dat. Ja, maar zoals je zegt, je kunt het ook. Jullie redenen bijna overal. Je kunt niet altijd het op dat... hetzelfde niveau maar zijn. Maar achteraf denken: van ja, kijk, ik ben hier betaald geweest. Ik had eigenlijk mijn best moeten doen. En eigenlijk is dat niet zo fijn, want je leest dat dan her en der overal. Terwijl dat eigenlijk niet als kritiek bedoeld is, maar meer zo van: ja, kijk, mannen, iets aan dat systeem moet veranderd worden. Waardoor dat er. Er zijn gewoon te veel crossen, en dat zeggen we al jaren en dag. Um, maar dat zorgt er ook voor gewoon dat er op een gegeven moment ja, gaat gekozen worden en dat die startgelden gaan, gaan komen. Want op een ja, gegeven moment er, zijn er, keuzes er zijn heel gemaakt. veel crossen, maar het deelnemersveld is beperkt. Hè. Dus mm -hmm. als er nu bijvoorbeeld meer crossers van de tweede lijn echt in die kleinere wedstrijden alleen gaan rijden, dan gaat het daar misschien een bepaald publiek terug voor creëren, maar nu daar komen toch toppers op af omdat ze die dan veel betalen, dus mm. die rijden daar dan ook weer in beeld, dan is het voor die kleinere mannen ja. ook weer moeilijk. Ja, dus, dat, dat uh... wil ik vragen dan, want voor jou, je bent dan vaak in die top 10 wel terug te vinden, maar als je niet bij de top 3 zit, of je wint niet vaak, dan kom je niet zo heel vaak in de picture, ja, ja, dat klopt eigenlijk. Ja, de cross is, is maar echt interessant voor in beeld te komen voor de eerste vijf, en, en daarachter is het gewoon moeilijk, uh, omdat die gaten direct groot zijn. Dus, Daarmee, dat zo'n Dublin wel eens uh, verademend is, uh, mm -hmm. voor te zien dat, je daarmee, dat, dat ze daarmee 8-9 bij inrijden. Jouw ploegmaat, die net gestopt is, Tom Meuse, was dat voor hem ook een soort uh, issue, of een van de redenen waarom hij gestopt is? Dat hij ja, sportief niet meer meedeed om de zegen, maar ook ja, dat, dat je een beetje verloren gaat in de, in de aandacht die er niet is? Ja, in zoverre dat ik uh, van een Tom begrepen heb, is vooral, hij is dan naar Amerika geweest. Uh, hij dacht dan, ja, ik heb die kosten gedaan, ik heb daar uh, geïnvesteerd en dan uh, dacht ik, ik mag zeker mee naar Tabor, ik word daarvoor geselecteerd en voor Maas Mechelen denk ik. Ja, en hij werd daar dan uitgezet en hij, hij heeft daar echt een grote mentale tik van gehad en uh, ja, hij hoorde er echt niet meer bij naar zijn gevoel dan. Hij was goed genoeg voor uh, de gaten op te vullen in de selectie voor Amerika en dan ja, word ik eigenlijk uitgezet voor uh, wedstrijden kort bij huis en dat, dat, dat piekte hem wel heel hard en wat, dat kan ik wel begrijpen ook. Uh, ja. Ja, je, je vult dan dingen op, kost veel geld en ja, je kunt dat dan niet eruit halen als de wedstrijden kort bij huis zijn waar je dan geld kunt verdienen. Dus uh, ja, dat wordt moeilijk dan. En, en zeker voor die tweede lijn ik zeg, wij verdienen geen, uh, geen miljoenen en uh, ja, dan, dan moeten wij het hebben van mm -hmm. dat prijzengeld. En, ja. en startgeld zijn ons, eigenlijk ons inkomen. Eigenlijk moest op een gegeven moment de bondscoach het, het lef hebben. En, en want nu, ga ik, nu ga ik zeggen, want sommigen zeggen de oh, nee, nieuws klapt altijd met de woud mee. Um, maar dat is helemaal niet het geval. Want eigenlijk wil ik nu zeggen, want eigenlijk zou de bondscoach me zeggen ah, Wout, sorry, maar jij rijdt heel het klassement niet. Dus eigenlijk kan ik u niet selecteren voor die wereldbeker. Want dat was vroeger het geval ook zo. Hè? Als jij vroeger de wereldbeker niet volledig reed, dan ja, was de Rudy de Bie vaak zo van Ja manneke, maar er is iemand anders die wel punten heeft en die eigenlijk wel van voor en die ja. wel die kosten maakt een heel jaar. En ik snap dat, het is, het is de beste coureur momenteel samen met die je kunt hem eigenlijk niet passeren, maar dan moet je misschien ook wel eerlijk zijn tegen de jongens en zeggen van ja, Tom, maar allee, doet die investering dan ook naar Amerika niet, want nee, als, dan kunnen ze, allee, allee, nou, kunnen ze dat van tevoren zeggen. Van, dan uh, is je nog eigen keuze. Gemoog gemoog je mag naar Amerika mee, ja. doen, maar Tabor gaat eruit liggen, ja, dan gaat een Tom al niet naar Amerika gaan. Ook niet, voilà. Zet er dan eerlijk over, uh, communiceert en, er dan en, over. Natuurlijk, en, ja, de wout, die kunnen niet nee, thuis laten, maar nu niet, like, maar. in Gavre pakken ze Timmerlier mee, ja, dat's, dat's, dat's dan, voilà. dat is geen Woud van Aert. Ja, de Wout gewetten dat die gaat starten, die gaat podium rijden, dat is niet zo moeilijk voor dat. Ja, wel, dat snap ik, maar ja. ik wil zeggen inderdaad, die Merlier, Merlier bijvoorbeeld, dan, ja. of een Jennifer Meers mm -hmm. of zo is een, is een goed voorbeeld daarvan. Die twee mannen bijvoorbeeld, die zouden mogen meegaan als er iemand afhaakt in de selectie. Een topper als de Wout of de Mateo of Pitco kunnen niet thuis laten, maar een Merlier opofferen voor bijvoorbeeld een Daan Soete, mm -hmm. vind ik geen goede om het te cross toch maar een keer of vier nog. Dus mm -hmm. nee, allez, snap ik. En daar zou we misschien wel, van de nationale ploeg uit echt afspraken moeten overgemaakt worden. Zeggen van, kijk, als er een topper bij komt, kunnen we niet anders, maar als het iemand is die ook ja, en, en en vooral vooral de derde lijn rijdt... Ik denk, ik denk die, die, die regels van een paar jaar geleden, top 50 UCI, dat, dat maakt het gewoon veel simpeler voor iedereen. Mm. Als jij goed genoeg bent, dan sta je in top 50 en dan mm. mag je deelnemen aan de wereldbeker. Terwijl nu, ja, die selectie is eigenlijk, ja, dat is voor België een beetje te benadelen en bij de vrouwen Nederland... Maar ten UCI moet ze eigenlijk ook de vraag stellen: is het internationaler geworden door die regels te ja. hanteren? En het wordt niet internationaler door die regels. Dus uh, ik denk dat ze terug moeten gaan naar die top 50. En ja, een wereldbeker zou ook iedereen dat goed genoeg is, zou daar moeten kunnen deelnemen. Hè? Dus dan, dan, ga dan gaat dat terug creëren en gaat dat terug het allerhoogste niveau zijn. Want nu, soms superprestige is, is meer een hoger deelnemersveld dan, uh, dan een wereldbeker. Dat zou ook, ook niet mogen. Hè? Mm -hmm. Ja, er is nog veel werk aan de winkel hè, op uh, organisatorisch vlak naar de toekomst toe. Oh, uh, je, moet, je moet dat altijd bijsturen. Hè. En dat is het ding. Je, mag, je moet altijd nadenken over, over andere dingen. En dat is nu het geval van die selecties zo. Maar die in top 50 dat waren op een gegeven moment dan 50 Belgen. Dus dat is misschien ook niet ideaal. Maar allee, ik wil zeggen, je moet daar ergens wel een draad in geven. Want Uiteindelijk ja, pakken de jongens ook een stuk hun job af. Hè. Ze kunnen dan die wereldbeker niet rijden. En ze verliezen aan punten en komen dan op de vijfde startrijd te staan. Als er dan eens uh, veel volk is. Dus dat is ook miserie. Dus ja, je moet daar gewoon een goede balans op, op een gegeven moment gaan mm -hmm. tussen zoeken. tussen ja. die beide, uh, beide dingen. Nee, klopt. Uh, Toen eerste was er een afscheidsfeestje, of niet? Nee, nee, hij had al de eerste keer aangekondigd dat hem stopte. Toen verschot ik daar ook wel heel hard van. Uh, omdat hij eigenlijk heel volgend seizoen ook nog een contract had. Trainen jullie, jullie vaak samen? Nee, nee, nee. Hij woont uh, in het noorden van Antwerpen. Dat is uh, iets te ver. Maar uh, ik hoorde hem ook wel vrij regelmatig. En dan na Essen, uh, al ze hadden hem terug overtuigd voor heel dit seizoen nog uit te doen. En dan na Essen, uh, ja, een paar dagen daarna kreeg ik ook uh, op sociale media het bericht dat hem uh, stopte. Ja, en... niet via hem rechtstreeks al. Nee, nee, nee. nee, nee. nee hij was, uh, ik denk dat hem echt een impulsieve beslissing heeft gepakt. En, uh, ja, misschien achteraf gezien hadden ze hem de eerste keer al niet moeten tegenhouden, want echt lang heeft het ook niet meer uitgehaald. Ja. Uh, en, Is hij er uh, ooit op met jou over gepraat, of niet? Gewoon weinig eigenlijk, want in Amerika lagen we nog samen op de kamer en daar was hem echt nog heel gemotiveerd. Uh, met toen het gedacht nog van, ik zit uh, nog zeker vier wereldbekers erin en de rest gaat zijn eigen moeten bewijzen tegenover mij, dat ze mijn plek kunnen afpakken. En hij was echt uh, super gemotiveerd. En dan na Amerika, ja, merkte ik wel dat hem echt in een in een zwart gat was gevallen en uh, daar is hij maar niet meer uitgekomen. Ja. Is dat dan ook een, een zaak soms van, van mentale begeleiding? Had hij had dat? Nee, dat zal hem niet gehad hebben, denk ik. Uh, f, ja, de de krans is ja, slecht dat we het hebben. iemand die inderdaad hadden. nog een contract he, had, tot wanneer zeg je? Nog heel volgend cross -seizoen ook nog. Ja. Dus, uh, ja, dat is ja. toch op opvallend, hè? Dan moet je er echt uh, ofwel mentaal doorzetten, ofwel er volledig genoeg van hebben na een lange carrière, wat hij ook heeft. Over, ja, natuurlijk. natuurlijk. Hij heeft ooit Wereldbekers gewonnen en, en Sven Huys geklopt, uh, Niels Albert geklopt. Uh, dat zijn geen kleine dingen, hè? Dus uh, hij zakt dan wel in zijn ogen heel ver weg. En dan wordt het moeilijker en moeilijker. Uh, als hij nu nog top 5 had gereden, had hij nooit gestopt. Uh, maar hij kwam van het allerhoogste niveau naar, naar de tweede, derde lijn, en dan, dan snap ik ook wel dat het echt moeilijker en moeilijker wordt. Uh -huh. Hoe lang loopt jouw contract nog? Nog uh, twee seizoenen. Nog. Ja. En er komt ook nog een renner bij. Hè? Corné van Kessel ja. komt vanaf 1 januari dan, uh, er weer bij, dacht ik? Ja, die komt er 1 uh, januari bij. Ja. Wat zijn jouw ambities nog dit seizoen? Ja, ik zou sowieso nog een, een schoon kerstperiode willen rijden in BK en dan uh, mijn eigen daaruit selecteren voor het BK. Het is kort bij huis, dus altijd heel veel volk en dan, dat zijn toch altijd de schoonste WK's. Mm -hmm. um, ja, ik heb hier nog 100 vragen staan over jouw mountainbike carrière, Daan. Maar we hebben hier maar een minuutje of 35, dat is de afspraak, dat we niet te lang maken. Dus ik stel voor dat je dan nog eens terugkomt hè, om, ja, om daarover te praten, want Parijs 2024, dat is wel degelijk een ambitie voor jou, hè? mountainbike. Ja, dat is een ambitie. Uh, ik denk dat dat nog moeilijker zal zijn dan uh, meegaan naar 2K in Hoge rijden. Maar uh, ja, je weet nooit. Uh, er zijn niet heel veel mountainbikers in België. Dus uh, ik ben wel bij een top 3, maar er mogen er maar twee gaan. Dus ik ja. moet er nog één van elimineren. Ja. Vanwaar die ambitie of die droom? Hoe komt dat je daar uh, aan begonnen bent aan dat avontuur? Ja, de meeste koersen op de weg uh, in België de van de Crossers. En uh, ja, ik vind mountainbiken echt een, een schone sport. dat is uh, nog avontuurlijker als de cross. Uh, je hebt heel mooie afdalingen, uh, ja, heel natuurlijk ook, uh, weinig uh, gemaakte hindernissen. En dat ligt me wel uh, dat spektakel en, en op de weg rijdt dat iets minder. Uh, ik denk ook wel dat je op de weg moet blijven rijden, maar in mijn ogen is, is mountainbike korter bij de cross. En je techniek laat het ook wel toe denk ik, hè? Ja, om daar uh, ook uh, ja. je, je ei in kwijt te kunnen. Jazeker. Ja, op de Mountainbike, ik word dan niet van het kastje naar de muur gereden bergaf, Dus uh, ik durf al wel eens wat risico's te pakken. En ja, ik denk echt dat, dat ook alleen maar durft dat je nog niet te veel gevallen hebt. Heel hard. dus uh, Tot op vandaag uh, durf ik die risico's nog te pakken. Maar dat kan ook snel veranderen. Ja. Als je ziet Mathieu in uh, di Sole, hey. ja, ik denk dat dat man een halve ronde is uh, dat je eens een paar bochten slecht moet pakken. En dat, dat ga je nu ook opspelen. Niet te veel nadenken, zeker. Hè? Nee, niet te veel nadenken. Maar ja, op den duur begint iedereen dat te doen. Zelfs Mathieu van der Poel, waar ook weinig mensen van dachten dat hij veel nadacht. Uh, dus ja, je ziet. Iedereen kan dat overkomen op, uh, op speciale ondergronden. En dat maakt de cross wel mooi in, uh, ja. in de sneeuw. Allright, zoals ik zei, we praten er nog wel eens verder over, want dat avontuur is nog lang niet ten einde. Het is eigenlijk nog maar net begonnen. Hè? Je bent wel een paar uh, jaar... Je was in Val di Sole ook uh, ja. met de mountainbike ja, toch? Hè? Ja, ik ah. heb daar twee keer gereden al met de mountainbike. Ah. Uh. Dit jaar ook, hè? 2022. Ja, dit jaar ook. Ja. Ja. Dus? Ja, volgend jaar zoek ik daar ook wel terug te gaan. Prachtig ja. parcours daar in uh, Italië ook En dan rond, twee hè. keer naar Italië, Mooi cross land. en uh, mountainbike. Ja, was, ja ik als hoop dat het uh, volgend jaar terug doorgaat, ja. dat ik er nog eens bij ben. Allright. Ja. Niels, uh, welke crossen? Naar welke kijk jij het meeste uit in de NDA's periode? Want het is heel druk, hè? Um, goh ja, eigenlijk meer uh, misschien naar um, Gavre dan. Um, Gavre als wereldbekerwedstrijd. Ja, wedstrijd. ja uh, zolder. Kokzijde, nul. Uh, uh, Kokzijde uh. zit daar ook tussen. <laughs> maar ook zo ja, de crossen, zo Zonhoven. En we gaan daar redelijk krap de kampioenschap nemen. Ja. Zonhoven is het eerste weekend van dus ja. uh, januari. Ja. En naar Diegem kijken we ook wel uit. Blijkbaar ja. gaan we daar pinten drinken s'avonds. Dus is, is waar, verrassend. Ja. Daar kijk ik echt wel naar uh, uit. Dat Gavre drinken. heb ik gezien, mannen. 97 mannen ingeschreven, 84 vrouwen. Mannen 17 verschillende landen, vrouwen 15. Ja, in Gavre. Ja. Ja, ja, maar ja, best dan veel, krijg je zo dus die kerstperiode. Dan is het overal wat congé. Die, ja, en ook um... heel veel Amerikanen komen naar hier. Ja, uh... Voor die kerstperiode komen die dan allemaal, want dan zijn er veel crossen op, op, weinig, op weinig, weinig, weinig tijd. Dus. Uh... Dan maakt een ja, je een hebt... overstap. Die, die is ook altijd superveel deelnemers. Mm. Uh, Amerikanen, buitenlanders komen ook allemaal naar hier voor, mm. uh, voor en, die kerstperiode. En daar zal er wel echt ontzettend veel volk zijn. Hè? Want die is een paar edities niet kunnen doorgaan door uh, corona. Mm. Nu weer die avondcross. Daar. Ja, ja, ik denk het wel. Ja, er is altijd ja, toch wel 15.000 man volgens mij. En die, die sfeer s'avonds met die lichten is toch wel iets speciaals. Um, ja, en die feestentoorden gewoon over heel het parcours. Dus dat, ja. dat motiveert wel aan. Welke, welke van die, die crossen die er nu aankomen heb je echt aangestipt als degene waarin je het beste wilt zijn? Ik denk, ik ook zei, dat is het parcours uh, dat met het meeste ligt van heel het jaar. Als ze toch een beetje maken terug, like, uh, een aantal jaar geleden, dat het echt voor de zandspecialisten is. De afgelopen jaren was het iets meer uh, ja, dan heraagers staan denk ik. Ja. Hadden ze een bocht ingelegd naar boven, dus iedereen gerakt in die bocht en, en voor de sandspecialisten zoals mij en Laurens en Sweek, we konden daar niet meer dan het voordeel uithalen van echt helemaal tot van achter te rijden. En uh, dat was eigenlijk ons sterkste punt op die ja. ronde. En nu moeten wij ook lopen naar boven, omdat dat gewoon niet te fietsen valt. Uh, dus ik hoop dat dat ze dat aangepast ja. hebben en dat we terug uh, echt we gaan, het, we gaan het checken en noteren ja. uh, hoe het is. Om dan uh, te zien hoe jij gaat presteren. Niels, uh, we zien elkaar ook nog in zolder toch? Hè? Uh, ja, dat klopt. Dinsdag, ja, dinsdag. Daar gaan we ook Tom Heerse, trouwens aan, uh, aan onze set hebben. Dus jouw ploegmaat uh, komt, uh, komt langs. Uh, ja, we gaan het hem eens vragen. Hè. Of, of hij nog op zijn beslissing kan terugkeren. Maar ik vrees, ik vrees, ik vrees ervoor. Misschien Oostmal nog eens overtuigd. Omdat ja, we wel, ja. Een feesteditie in ja. Oostmal. Ja. We hebben ja. hem al vast kunnen overtuigen met wat biertjes om, om langs te komen. Dus misschien ja. als hij er dan gedronken heeft en geen sessie meer in onze, ja. in onze camper, Niels. Wie weet wat hij dan allemaal zegt. Daan, ik ga je bedanken voor je komst. Ja, bedankt dat ik uh, er mocht uh, bij zijn. En als je zin hebt, altijd welkom om nog eens dat mountainbike-avontuur te komen toelichten. Want daar wensen we alle succes in. En natuurlijk ook de komende crossen en wedstrijden. Merci. Dank u. Niels. Uh je brengt ook een Porsche mee, dacht ik, om op het circuit te gaan racen. <laughs> zal deze dag. Goed, Dat wil dus... ik ook altijd wel bij zijn. <laughs> ja, ja. Je, bent, je bent altijd welkom. Als je, als je klaar bent, uh, ja, ja. kom even snel naar onze set. Ja, dan doen we het maar doen maar uh, sowieso, merci Niels. En gaveren, zoals ik al zei. Uh, Zolder en Diegem zijn allemaal live te zien bij uh, Proximus uh, Pix. Dus uh, geniet ervan en tot de volgende aflevering van Derailleur. Dat zal ergens begin uh, 2023 zijn. Tot dan.